你没事干。Is iedereen binnen? Komen er nog twee aan? Wacht er nog heel even. De breking is hier wel woest. Die kwamen we gelijk hierheen? Of? Ja, ze zijn nu aan de zee. Oké, nou dan kunnen we mooi even de vraag over het essay beantwoorden. Daar staat nu 19 januari voor. Of 17, iets. Volgende week vrijdag. Ik mag de datum niet later zetten dan, de laatste dag van die drie tentamenweken. En dat is straks een leesweek, tentamenperiode van drie weken. Dus het moet. Dus de datum, de officiële datum is eind januari. Ergens moet ik het hebben. En dat zal schelen. Zorg wel dat je dan dat inlevert. Want dan mag je deelnemen aan het hertentalen. Dus zorg dan dat je in ieder geval iets hebt ingeleverd. Dus gewoon voor eind januari? Voor eind januari moet ik de eerste versie van je essay. En dan krijg je nog een kans voor een tweede versie ook. En dat wordt dan de herkansing. Dat is de herkansing. Ja, dat is dan de herkansing. Als dat niet goed is, dan krijg je een herkansing. Dat is het. In plaats van een hertentalen. En hertentamen komt er ook, maar dat is aan het eind van het jaar geloof ik. Nee, het gaat over het essay. Eind van het jaar. Maar in april is het dan maar eind van het jaar. Oh, in april ergens. Ja. Eind januari wil ik de eerste versie hebben. Is die niet goed, dan heb je recht op een herkans. Na eind januari. Eind januari. Ja. Dat duurt voor mij bij essays lang, althans ik dacht op 10 minuten is een aardig. Wat zeg je? Maar stel je denkt dat je een officiële versie. Ja, dat hebben al mensen gedaan. Dus je mag voor die tijd een versie inleveren en dan krijg je van mij met commentaar terug. En dan kun je dat gebruiken voor je eerste versie. Het spijt mij om te zeggen, maar dit is het allerlaatste college VKW 1 van dit jaar. Volgend jaar zal het er anders uitzien, denk ik. Ik weet niet helemaal zeker wat gaat gebeuren. Hoe ziet het dan uit? Dan moet ik het samen met iemand gaan geven, dus die zal ook zeggen dat ik bepaalde dingen dan eruit moet gooien, zodat zij haar hobby kan doen. Goed. Vandaag heet het Kunst in Beweging. En ik zal iets meer laten zien van het anarchivisme. Ik zal op Gruber ingaan. Ik zal een aantal thema's uit de lessen met elkaar proberen te verbinden. Wat je ook wel aanwijzingen geeft voor het type vragen. Ik zal ook drie proeftentamens op internet zetten. Zodat je weet wat voor vragen je kunt verwachten. Dat is bij mij altijd hetzelfde. Want als de vragen zijn niet hetzelfde, maar type vragen blijven wel gelijk. Om te beginnen zal ik iets zeggen over hersenen. In tegenstelling tot wat jullie denken,
weten we ontzettend weinig van hersenen. Echt heel erg pijnlijk. Om één voorbeeld te geven, van 80% van de hersencellen weten we niet wat de functie is. Dus er zitten allemaal cellen in het brein, die doen wel iets, maar we weten niet precies wat de functie daarvan is. De kennis die we van hersenen hebben en de manier waarop we over hersenen nadenken, en dat zal het eerste zijn wat ik jullie zal proberen te laten zien. Dus het type kennis dat we van hersenen hebben, hebben we dankzij het medium waarmee we hersenen in beeld brengen. Dus de wijze waarop wij over hersenen denken, is voor het grootste gedeelte ontstaan door de mediale technieken die we hebben om hersenen in beeld te brengen. Nou, dit is al een vrij oude techniek, de MRI-scan. Misschien hebben jullie die alles gehad. Bij een sportblessure krijg je die al vrij snel. Maar die kun je dus ook van de hersenen maken. En dan breng je de structuur van de hersenen in beeld. Een van de dingen die met die MRI-scan is ontdekt, is dat de hersenen van mensen meer van elkaar verschillen dan de gezichten van mensen. Dus de verschillen tussen menselijke hersenen zijn ontzettend groot. Daarom is het ook zo moeilijk om hersenwetenschap te doen. Want stel dat ik iets wil zeggen over jouw gezicht en mijn gezicht. En ik wil kijken of dat bij ons op dezelfde plek zit. Ja, dan kan het zijn dat mijn oren bijvoorbeeld 3 centimeter naar achteren zitten vergeleken met jouw oren. Dus dan is het al heel moeilijk vergelijken. Want dan, nou, wat we dan gaan doen, wat we dan met hersenen gaan doen, is als we hersenonderzoek doen, dan beelden we die hersenen die echt heel erg verschillend zijn, beelden we af op ideale hersenen. En van die afbeelding op ideale hersenen, daarna gaan we onderzoeken. En dat klopt dan weer voor niemand. Want niemand heeft ideale hersenen. Zo is lange tijd gedacht dat Japanners en Chinezen met een ander gebied reageerden op walging dan Europese mensen. En achteraf bleek dat dat komt doordat Japanse hersenen niet zo goed zijn af te beelden op die ideale hersenen. Want die ideale hersenen die we hadden, dat waren de hersenen van een blanke man van middelbare leeftijd. Dus overschat nooit hersenonderzoek. Hersenonderzoek is echt heel erg dun. Tegelijkertijd, als je subsidie wilt hebben voor iets, zet er dan neuro voor. Ja? Neuroesthetiek, dat is scoren. Ja? Neuroromantiek, ik kan het je aanbevelen. Lijkt me heerlijk. Nou, dit is een MRI. En wat zie je in een MRI? Dat zijn dat is een doorsnede of een foto, letterlijk, van de hersenen. Hier zie je hersenstructuren zitten. Dit is een schijfje hersen. Nee, zit hier de middenhersenen, de hersenstam, het cerebellum en de neocortex. En de meeste van jullie zullen al wel zien dat dit de voorkant is. En dat komt omdat we dit soort plaatjes kennen. Je krijgt dan ook, en dat doe je met een PET-scan, dan kun je de activiteit meten in hersenen. En dit soort plaatjes zijn jullie waarschijnlijk ook wel gewend. Dat je hersenen ziet met allemaal mooie kleuren erin. En dan aan de hand van die kleuren en wat je ziet, allerlei briljante conclusies worden getrokken. En hier, dit is een gezond brein en dit is een abused brain. Dit is iets van een kind dat mishandeld is. Ja, en wat je dan ziet is dat hier hersenactiviteit ontbreekt. En hier zit juist veel hersenactiviteit. En dat betekent dat dit gezond is en dat ongezond. Nou, ik mag hier nog wel een ding verklappen. We weten niet wat het betekent als hersenen inactief zijn. Dit gaan we er weer uitknippen natuurlijk. Maar we weten wel uit onderzoek dat om een orgasme te hebben, moeten grote delen van je hersenen juist niet actief zijn. Anders krijg je geen orgasme. Dan krijg je geen orgasme als je aan allerlei andere dingen ligt te denken. Ja? Nou, andere dingen dan de, hè? Dus wat het. Ja? En dus orgasme,
Ja, stel nou dat dit allemaal klopt, dan zou je dus kunnen zeggen dat waarom zijn die hersenen zo hard actief de hele tijd? Ja, anders heb je voortdurend orgasmes. Nou, kijk. Zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Dus we weten niet goed wat activiteit en inactiviteit nu betekent voor de bewuste ervaring. Tegelijkertijd is dit het enige wat we hadden lange tijd. Dus er worden hele grote conclusies getrokken op basis van dit soort scans. Dit is op het moment hot en in. De functionele FMR. Wat je daar gaat zien, is welke gebieden bij een bepaalde taak actief zijn. Ja, ik weet niet precies wat dit is. Dit lijkt iets met taal te zijn. En dat heeft alles te maken met dat taal voor een deel links zit. Je kijkt hier van de bovenkant naar de hersenen. Je ziet hier nog de ogen zitten, dus dan zou dit links kunnen zijn. Hier zie je ook nog een keer dat het links zou kunnen zijn. En hier zou ik nog een keer. Dus stel dat dit een taaltaak is. Wat zegt dit plaatje dan, volgens heel veel mensen? Dat het vermogen om hier zit. Ja, dus het vermogen van spraak, waar zit dat? Hier. Hoe weten we dat? Nou ja, dit gebied is extra actief op het moment dat je die taak moet uitvoeren. Wat dit plaatje niet laat zien, is al een ander. Nou, bij iedere taak, wat je ook uitvoert, zijn grote gedeeltes van je hersenen actief. Het meeste gedeelte van je hersenen zijn altijd actief. Klopt het dat we alleen maar 30% van ons hersenen? Nee, we gebruiken al onze hersenen. Ja, we gebruiken al onze hersenen. Wat in dit soort scans gebeurt, is dat je twee taken moet uitvoeren. Stel ik wil weten met wat voor hersengebieden jij naar mij luistert. Ja, en niet zomaar naar een docent, maar naar de docent van het jaar van de vakantie. Nou, hoe moet ik dat weten? Hoe dat gebeurd is, dan laat ik jou eerst een college van mij volgen. Daar maak ik een scan van. Dan laat ik jou een college volgen van een andere docent. Daar maak ik een scan van. En die twee trek ik van elkaar af. En dat verschil zien we hier. Maar dat betekent dat alle gebieden die jij nodig hebt om naar die ene docent te luisteren en naar die andere docent, naar wat voor docent dan ook, die vallen daarin weg. Dus dan haal je uiteindelijk het meneer Hunneman gebied af. Ja? En dit is geen grapje. De hersenwetenschap is niet nauwkeuriger dan dit. En wat je dus krijgt dan is wat je localisatieonderzoek noemt. Dat is dus onderzoek waarbij je gaat kijken waar in de hersenen gebeurt nu precies iets. En daar gelooft op dit moment iedereen. Iedereen gelooft dat dat kan. En mijn punt is altijd, dit is een mediaal gevonden, geconstrueerd beeld van de hersenen. Dit is dus het idee dat ergens in de hersenen iets gebeurt. En wat gebeurt daar dan? Nou ja, informatieverwerking. Maar wat is informatieverwerking? Nou, dat weten we, dat gaan we in de volgende eeuw dan oplossen. Kennen jullie dit soort plaatjes? Dit is ook een hersenscan. Ja, jullie kennen hem wel of niet? Ja, dit is ook een hersenscan. Dit heet een DTI. Hersenscan. Diffusion Tensor Imaging. Wat zo'n scan in beeld brengt, is de verbindingen tussen hersengedeelten. Ja, wat dit laat zien is dat hersengebieden trekken aan elkaar. Dit laat zien hoe activiteit, als dit gebied actief is, hoe dan andere gebieden aan worden gevuurd, etc. Dit laat veel meer een verloop van activiteit zien, dan dat het een lokalisatie is en dat het laat zien waar iets gebeurt. Ja, dus hier in dit model heb je geen lokalisatie. Want dit laat zien, als ik mijn hand beweeg, dan heeft dat effecten, laat dit zien, op dit en dit en dit, en op even weer zo gaan, en dat, en zus en zo. Nou, dit is hoe dat werkt. Ja, dus zo'n tensor imaging geeft een heel ander beeld van hersenen. Op het moment dat je dit soort scans ziet, moet je ook anders over hersenen gaan nadenken. Nou,
Dat is het punt van media. Dit is het punt van McLuhan. Media, dit is wat ik hier vertel, is niet anders dan wat jullie over romantiek vertellen. Hoe wij de hersenen kijken, hangt af van de plaatjes die wij van de hersenen hebben. Hier zie je nog zo'n scan. Is mooi, hè? De plaatjes zijn al mooi. Ja, je doet dit door naar de stroming van vloeistoffen te kijken, door de zenuwbaan. Dit is er nog één. Ja? Kijk, en wat de hersenen, hoe de hersenen er hier uitzien, dat komt heel dicht in de buurt van het N-activisten. Want N-activisten zeggen dat hersenen vooral bedoeld zijn om de ledematen met elkaar te verbinden. De ledematen en de zintuigen met elkaar te verbinden. In de hersenen hoeft eigenlijk niets te gebeuren. Zolang je zintuigen maar op de juiste manier en je ledematen en je zintuigen bij elkaar, op de juiste manier met elkaar verbonden zijn, dan krijg je een bepaald type ervaring. Maar je hoeft niet nog eens informatieverwerking in de hersenen plaats te vinden. Dit zijn de beelden die erbij horen. Dit heet de connectogrammen. Die zijn wel aardig, maar je ziet ook, dit is totaal anders dan de hersenscan. Wat je hier in de buitenste ring krijgt, en in de ringen naar binnen ook, maar dat doet niet zoveel toe dat onderscheid, maar dat zijn de hersengebieden. En een connectogram laat zien hoe die gebieden met elkaar verbonden zijn. Wat wil dat dus zeggen? Als dit gebied actief wordt, dan wordt dat gebied actief. Als dat gebied actief wordt, dan gaat, en hoe dus die activatie spreidt. En wat dan uiteindelijk gaat gebeuren, op een gegeven moment wordt dan motorschors actief. Nou, en dan doe je je arm zo of zo, weet ik veel. Ja, dit is een hele andere manier om hersenen te analyseren. Hier lokaliseer je niet. Hier zeg je niet het gebeurt daar en daar. Nee, hier zeg je het gebeurt doordat dit gebied in verbinding staat met dat gebied met dat gebied, etcetera. Dat kun je mooi illustreren aan de hand van deze man, waar ik wellicht al eens over verteld heb, maar wellicht ook niet. Phineas Cage, die leefde zoals je ziet in de 19e eeuw. Hij werkte bij de Britse spoorwegen en zijn taak was het opblazen van rotsen waar de spoorweg doorheen moest. Dat deed hij door een heel lang gat te boren in die rotsen. Dan stopte hij de dynamiet in. Dan tikte hij even aan met een staaf. Je ziet die staaf even hier in zijn hand. Dan stop je de lont erin. Nou, boef. Ja. Nou, op een keer tikte hij dat aan, iets te hard. En toen sprong die staaf, boef, die kant op. Dwars door zijn hoofd. Dat zie je hier ook aan die rare knipoog. Die staaf ging er van achterin zo en die kwam er boven langs uit. Ja? Toen zijn collega's bij hem kwamen, was hij bezig op te staan. Ja, dus je moet je voorstellen, die staaf gaat door je kop en je bent niet dood. Het enige wat gebeurde was dat hij een oog mist. Hoe kan dat? Nou ja, omdat je een grote gedeelte van je hersenen dan echt wel kan missen. Dus ik moet heel erg denken aan een film dat ik laatst had, zo'n meisje. Dat dan ziet dat een ene hersenhelft helemaal afsterft eigenlijk. Ja. En dan hebben ze die gewoon verwijderd. Ja. En dan hebben ze door gewoon revalidatie heeft die ene hersenhelft de functie van de andere hersenen overgenomen. Dus kan allebei de kanten van de hersenen nog steeds gebruiken. Ja, exact. Dus het wordt dan gebruikt, maar gewoon, het wordt allemaal gebruikt, maar niet tegelijk. Zeg maar heel rustig. En als ik dan iets over moet nemen, dan kan het wel doen. Het is heel erg, hoe zeg dat? Opvangend. Ja, kijk, hier zie je trouwens, vlak na het ongeluk, dan ziet hij er nog fijn uit. Ik kom zo even terug. Hier zie je hem vlak na het ongeluk, dit is hij nog vrij gelukkig. Hier zie je hem wat later. Hij werd heel ongelukkig. En dat heeft te maken met het feit dat er wel een groot gedeelte van zijn hersenen weggeslagen is. Ja, het had ook iets te maken dat ze nog jong was, hè? Dat is nog een beetje. Natuurlijk, nee, maar je kunt bij hele jonge kinderen kun je gewoon de hersenhelft eruit halen en die groeien nog gewoon op. Die groeien echt gewoon op. En dat gebeurt wel met kinderen die heel erg epilepsie hebben. En als die epilepsie dan bijvoorbeeld de haard alleen maar in één van de hersenhelften zit, dan wordt die hele hersenhelft eruit gehaald. En dat gaat eigenlijk vrij goed. Hier zie je hoe die staaf door hem heen is gegaan. Hier. Ja? Het dus, dwars door zijn kaak heen geslagen hier. Deze man is
schema. Ja. Ja. Nou, hij is heel goed, want ja, voor de neurologie is het heerlijk. Want je kunt er wel af en toe onderzoek aan doen. Ja. Later verloor hij de emotionele controle over zijn leven. Hij kon... je moet het anders zeggen. De hoeveelheid emoties die hij had verminderde. En een van de dingen die we dankzij Phineas Cage hebben ontdekt, is dat het hele idee dat je op basis van je verstand beslissingen neemt, onzin is. Want Phineas Cage was iemand waarvan de emoties zo goed als weg waren en die kon geen besluit meer nemen. Als de dokter bij hem zat met en die zei van, wanneer zullen we afspreken? En dan zei die arts, kun je volgende week woensdag? Nou, zei Phineas Cage, woensdag kan ik, woensdag. Kun je op donderdag? Oh ja, donderdag. Dan kan ik, heb niks. Kun je donderdagavond? Ja, morgenavond kan ik ook. Kun je vrijdagavond? Ja, ja. Zaterdag? Ja. Zondagochtend? Ja. Dan kijk, als je... Noem een dag, als ik tegen jullie zeg donderdagavond, dan is wat ik zeg is al helemaal emotioneel gekleurd. Voor jullie heeft donderdagavond een bepaald emotionele kleur. Ik weet voor een aantal van jullie ook wat voor kleur. Dat is... En als die kleuring wegvalt, is ieder alternatief gelijk. Dus Phineas Cage die verloor gewoon grip op zijn leven, want hij kon niet meer beslissen. Hij was volkomen rationeel. Hij kon rekenen, hij kon taal, hij kon weet ik veel wat. Dus, maar beslissingen maken niet. Nou, hij heeft dus pech gehad dat gebieden geraakt zijn. Die zitten hier hieronder. Die is vervelend. Als die geraakt zijn, dan houdt dat soort dingen op. Nou, dit is een gezond connectogram, zeg maar, waar geen staaf doorheen is gegaan. En dit is het van Phineas Cage. Dat is later gereconstrueerd. En dan zie je dus dat bepaalde paden gewoon zijn uitgesloten. En dat is dus ook wat bij zo'n meisje geldt als zo'n hersenhelft aan het afsterven is. Dan kun je die weghalen. En wat je dan gaat hopen, is dat de andere hersenhelft, dat daar ook dit soort paden aangelegd kunnen worden. Je ziet hier ook dat het geen hout uitmaakt welk gebied het precies is, als het pad er maar is. Als er maar een omweg is. Ze hebben bij fretten, weet je wel, die beestjes, hebben ze... Hebben ze de oogzenuw losgehaald van de visuele schors en aangesloten op de auditieve schors. Ja. En die beesten gaan gewoon zien. Die beesten gaan gewoon zien. Want zien doe je niet met een bepaald gedeelte van je hersenen. Zien doe je doordat die verbindingen tussen jouw zintuigen en je motoriek goed gelegd. Dat is heel belangrijk. Althans, dit zeggen eractivisten, laat ik dat erbij zeggen. Als je naar Dick Swaap gaat luisteren, maar als je bij andere colleges zit, moet je gewoon geloven dat hersengebieden bepaalde dingen doen. Ja, dat moet je gewoon aannemen, want dat kan niet anders. Maar het werkt hier anders. Hier is het dat, hier ga je kijken naar hoe kunnen die verbindingen ook via andere hersenen laten lopen. Bij Phineas Cage is dat echt mislukt. De schade is te groot. Als die schade klein is, lukt dat altijd. Sterker nog, op donderdagavond verliezen jullie heel veel van dit soort dingen. Maar achter wordt opgevangen door allerlei andere dingen. En dat merk je niet. Dat merk je echt niet. Dat is electivisme. Nou, volgens mij gaat deze het doen. Nee. Dat is slecht. Je had een vraag? Ja, ik vind af of ze ook op deze manier denken in ons thuis. Als ze mensen gaan opereren, dat ze denken ze dan, oh, de visuele schors is weg, ja jammer dan. Of denken ze, nee, we kunnen het via andere omwegen. Nee, kijk, je moet laten zitten wat er zit. Ik bedoel, het is altijd moeilijk om alternatieven te vinden in het zenuwstelsel. Dit soort scans wordt meer en meer gebruikt om, ook bij operaties, om te kijken wat er fout aan het gaan is. Maar als iemand een hersenbloeding krijgt, wil je ook weten welk type verbinding is weg. En waar is de hoop, wat moeten we doen op... Kan iemand zien wat dit is? Ziet iemand
wat dit is? Dit is ook een DTI-scan, laat ik dat erbij zeggen. Maar waarvan? Kun je iemand dit zien? Nervenbaan. Ja, maar waarvan? Van de chest? Nee. De baarmoeder. Ja, nou de bekkenbodem is dit, dit is de onderkant. Je ziet dus dat het in het lichaam niet anders gaat dan in je hersenen. Dit is je bekkenbodem. Dit is ook de reden dat... Gaan we er ook weer uitknippen natuurlijk. Dit is ook de reden dat klaarkomen zich voor een groot gedeelte buiten je hersenen omgaat. Je kunt dus gevoelloos hier zijn, in de zin van dat je je dingen niet meer voelt, en toch een orgasme hebben, wat je dan oppikt via de rest van je lichaam. Je ziet ook dat die zenuwen allemaal met elkaar verbonden zijn, dat dat niet ophoudt, ook niet op één plekje zit. En kun je dan als je hersendood bent ook nog een orgasme krijgen? Briljante vraag, zeg. Als dit niet zit. Oh, dan wil ik allemaal grove grappen gaan maken, maar leuk dit. We kunnen naar Mabel. Vragen. Het is. Schumacher. Het is niet hersendood, toch? Of trouwens. Nou ja, het is, de vraag is goed. Maar wat dit laat zien, is dat de hersenen wel een belangrijk orgaan zijn. De hersenen zijn ontzettend belangrijk orgaan. De hersenen zijn niet een principieel ander orgaan dan de rest van je lijf. Daar gaat het om. Kijk, zonder hersenen kun je een hele hoop niet. Maar er kan nog een hele hoop wel. En dit is ook door dit soort onderzoek wordt er nu ook anders gedacht. Oh, die doe ik ook niet, denk ik. Doe deze wel. Niet dat ik hierin nog zit. Ja. Nou, ik denk dat jullie zien dat dit ook zo'n scan is van de bekkenbodem. Ja, en dan zie je dat door dit soort onderzoek gaan we ook anders nadenken over dit soort organen. Of jullie laatst goede liekens hebben gezien in die talkshow van Umberto Tan. Die liet zien dat het denken over de clitoris totaal veranderd is. Zij liet zien dat de clitoris zo ongeveer 12 centimeter lang is. Alles wat daarbij betrokken is. Nou, ik zal niet in details gaan, dat mogen jullie zelf verder in. Het is ook helemaal niet, dit is gewoon mediatheorie, dus ik ga hier geen... maar ik zie dat Milan graag alles wil weten. Ja, ja maar dus... en dat is bij mannen zijn vergelijkbare zaken ontdekt. Ja, dus dat hele idee van die lokaliseerbaarheid... Ja, dat wordt op dit moment losgelaten. Ten faveur van een veel groter, dynamischer geheel, waarbij de hersenen niet meer zijn dan een uitstulping van zenuwen die toch ook al in het lichaam aanwezig zijn. En waardoor dingen gemoduleerd kunnen worden. En je zult merken dat in de komende 10 jaar zal het denken over dit soort zaken echt veranderen. Dat zie je mooi op dit plaatje. Ja, wat je hier ziet is, en denk hiervoor in de plaats zenuwbanen, en let op, het principiële verschil tussen zenuwbanen en spieren is ook aan het verdwijnen. Een spier is ook niets anders dan iets dat aan iets trekt, waardoor iets beweegt. En hersenen kun je ook op die manier vormgeven. Ja, en dat zie je hier in wat wij zijn, is een bewegend geheel. Veel meer dan een organisme met plekjes waar op die plekjes iets gebeurt en informatie van het ene plekje naar het andere wordt verzonden. Het is namelijk helemaal niet nodig om informatie van het ene plekje naar het andere plekje te versturen in de meeste gevallen. Nou,
Laten we dit nou eens plakken op de brein. We hebben vandaag al een paar keer gezien. Tell me what you see and I will tell you why you live and what you think. Zegt de brein. Hoe gaat dat dan met betrekking tot hersenen? Nou, dit waren de drie sferen waar we het over gehad hebben. De logosfeer, de grafosfeer en de videosfeer. In de logosfeer speelden iconen een grote rol. Want ik heb toen ook gezegd, een icoon in de logosfeer is niet een afbeelding, maar is een plek waar de heilige of de heilige komt. De vorst bestaat. Ja, er is in de logosfeer geen afstand tussen dat wat een icoon is en dat wat een icoon afbeeldt. Die afstand ontstaat pas in de grafosfeer. Een portret is een afbeelding. Een icoon is geen afbeelding. Een icoon is een plek waar die persoon verschijnt. Denk nog een keer aan die foto's, waar we het vandaag ook over gehad hebben. Waarom is het zo moeilijk om een foto te verscheuren? Het heeft te maken met dat toch die plek besmet is met die persoon. Nou, in de iconen, in de logosfeer is dat nog erger. Is dat nog duidelijker. In de grafosfeer krijg je die afstand tussen beeld en afbeeld. Tussen de persoon en zijn portret. En in de videosfeer verandert dat nog één keer verder. Dan wordt dat gedynamiseerd. Maar dan komen we zo hoe dat werkt. Maar je ziet al dat hersenscans moeten ergens geplaatst worden. Hierin. Hoe wij de hersenscans kijken... wordt bepaald door vanuit welke van deze sferen we kijken. Tegelijkertijd, vorig jaar, GTKM, cultuur is cumulatief. Oude gewoontes blijven aanwezig. De logosfeer is er nog altijd in ons denken. De grafosfeer is nog altijd in ons denken. En de videosfeer is er nu aan het bijkomen. Dit zijn hersenen in de logosfeer. Dit is een prachtig middeleeuws plaatje voor de manier waarop je waanzin uit mensen kunt krijgen. Ja, wat je dan doet is een schedel boren. Een boor pakken, dat zie je hier, die klem je op zo'n persoon. Nou, die gaat dan een beetje raar kijken, maar ja, dat is ook wat je verwacht. Dan draai je die schedel open en dan pak je het gebied eruit waar de waanzin zit. Bijvoorbeeld. Of de hoofdpijn, weet ik veel wat. Nou, dat lijkt me drastisch bij hoofdpijn dit. Vooral na die tijd lijkt mij het hoofdpijn een groot probleem. Dit denken hoort dus bij de logosfeer. Bij de logosfeer hoort het idee dat de hersenen de zetel zijn van het denken. Je ziet dus dat een heel primitief idee is van hersenen. En dat idee is er nog altijd, want we snappen niets van hersenen. En als we ergens iets niet van snappen, dan worden we zo primitief mogelijk. Dit is precies hetzelfde, maar dan uit de 19e eeuw. Dit is frenologie. Ik weet niet of jullie weten wat het is, maar frenologie. Frenologen hadden, eigenlijk dachten ze vrij simpel, ze dachten, als je een hersengebied veel gebruikt, om te rekenen, net als spieren die je veel gebruikt, dat wordt dikker. En als het dikker wordt, moet het ergens heen. Dus er komt een uitstulping op je hoofd. Dus je kunt aan iemands hoofd zien hoe die denkt technisch in elkaar zit. Als we het hebben tegenwoordig over een wiskundeknobbel, dan komt het uit de frenologie. Of een talenknobbel, het hele idee van een knobbel komt uit de frenologie. In die tijd had je ook sollicitatieboeken. Dat was boeken die je kon helpen als je een sollicitatie had. En dan keek je goed naar iemands gezicht en dan zocht je in het boek op alle kenmerken. En dan kon je zien of betrouwbaar was, of punctueel, of slordig, of weet ik veel wat allemaal. Mensen werden afgewezen op basis van de vorm van hun gezicht. Ja, dit gaat door tot in het fascisme, waarbij je de ubermens probeert te kweken op basis van uiterlijke kenmerken. Kenmerken van het hoofd.
Die frenologen hadden dus ook het idee dat al onze vermogens ergens in een gebiedje zaten. Ja, dat zie je hier. En als je dus hier een knobbel had, dan was daar iets met het vermogen wat dan toevallig daar zat. Ja, je geheugen, weet ik van wat allemaal. Prachtig dit. Het is overigens niet veel slechter dan de huidige methodes die we voor assessment hebben bij een sollicitatie. Maak je daar verder geen zorgen. Maar dit is dus de logosfeer die in ons denken aanwezig blijft. Nou, in de grafosfeer krijg je iets anders. In de grafosfeer krijg je het idee dat in de hersenen een afbeelding gevormd wordt van de buitenwereld. En je krijgt dan het verschil tussen beeld en afbeelding, tussen object en afbeelding. Nou, deze tekening kennen jullie misschien uit het biologieboeken. Je ziet een giraf, die valt omgekeerd op je netvlies en die wordt dan weer door je hersenen omgekeerd. Nou, dit beeld, weten we inmiddels, is absoluut fout. Hier klopt helemaal niets van. Maar dan echt helemaal niet. Het is wel waar dat die giraf min of meer op je netvlies valt, maar nog geen 12% van de signalen die uit het oog weggaan komen in de visuele schors aan. Echt maar een heel klein gedeelte. Alles wat je ziet heb je niet nodig. Je bent maar heel blind. Het beeld wordt ook niet omgekeerd in je hersenen. Dat is onzin. Waarom zou je beeld in je hersenen hebben? Ik heb er vaker over gehad. Waarom kijk je niet gewoon naar de buitenwereld? En wie kijkt er naar dit beeld? Hè? Zeg, de vraag. Wie kijkt er naar deze giraf? Er is wel één onderzoek geweest waar een breinonderzoeker zichzelf een bril had aangemeten. Ja? Die alles wat hij zag omkeerde. Ja? En na een maand zag hij alles normaal. Ja. Met die bril op. Ja, natuurlijk. Maar het is niet zo dat zijn hersenen alles hebben omgekeerd. Wat er gebeurt... Dus nee, de ogen hebben die gewend. Nee, niet de ogen hebben. Nee, wat er gebeurt, die experimenten gebeuren nog steeds. Je kunt het op twee manieren doen, boven en onder omkeren. Ja. Dat is niet zo leuk. Het leukste is om links en rechts om te keren. Die bril heb je ook. Dat is heel grappig, want dan willen mensen op een stoel gaan zitten en dan gaan ze aan de verkeerde kant. Of ze willen iemand een hand geven en slaan ze in hun gezicht. Dat is echt heel erg grappig. Daar wen je aan op het moment dat je gaat bewegen. Dus wat er gebeurt is, je bewegingen worden afgestemd op die nieuwe zenuwprikkel. En op het moment dat je bewegingen weer zijn afgestemd op de buitenwereld, ervaar je die buitenwereld ook als normaal. Maar in het proces vergeet je wel hoe het daarvoor was. Want op het moment dat hij de bril afzette, was het weer op het moment in de wereld. Ja, maar dan zijn je bewegingen dus zo afgestemd op je... op je op zeg maar het functioneren van je ogen, ja. Dat je op het moment dat je die bril afzet, ja, dan donder je ook weer naast die stoel een tijdje. Die paden zijn wel ouder, dus die worden wel weer sneller hersteld, zeg maar. Want waar het om gaat is gewoon verbindingen leggen, dus op een meer dat je aan die kant, je moet gewoon de goede kant op getrokken worden. Maar je hoeft geen beeld te hebben in je hoofd. Maar zeg maar, dit is een beetje lijkt op gedachten, zeg maar, dat je een giraf ook in je hoofd kan zien. Ja. Maar wat zijn gedachten dan? Wat? Wat zijn gedachten dan? Ja, we komen zo. Nee, een van de dingen is. We zien zoveel minder dan we denken. Er zijn een aantal rare dingen in het zien. Eén is dat we geen rand hebben aan ons blikveld. Als ik opnieuw zo kijk, heb ik niet het idee. Hier wordt het erg zwart of zo. Terwijl als je gaat kijken wat op mijn netvlies valt, dan zit er echt heel duidelijk een hele scherpe rand omheen. Ja. Maar dat hebben we niet. Hoe kan dat nou? Wat je ervaart is vooral dat wat je bewegingstechnisch kunt pakken. In dit geval met je ogen. Dus ik ervaar hier geen rand, omdat als ik zo doe, dan zie ik dat toch wel. Anders is dat we heel weinig kleur zien. We zien maar kleur op een oppervlakte ter grootte van onze navel. Meer niet. De rest zien we geen kleur. Absoluut niets. Nul. Nou, dat gevoel heb ik niet. Het is vaak een gezicht en ik heb het nog steeds niet gesnapt. Maar als u daarheen kijkt, dan zie ik, dus ondanks dat die trui bijvoorbeeld
Oké, ik kan niet verder in het benoemen, maar dat het een... Roze. Ja. Ja, dat snap ik dan niet. Je denkt dat je dat ziet, dat snap ik. Maar die kleur zie je echt niet. Okay. Nee. Waarom zie ik die kleur niet? Ja, nu wel, als je er naar kijkt. Ja. Maar nu niet. Nee. Zo flauw, ik kan niet zien wat je niet ziet. Maar ik doe die echt zo in de hoek, in de kleine hoek. Als ik nu tegen jou kan, dan zie ik dat steeds. Dan heb jij hele speciale ogen. Nee, je kunt gewoon... Ik weet niet of je ziet kleur met je kegeltjes. Ja, je hebt kegeltjes en staafjes. In het oog. Kegelen. Je hebt twee soorten cellen in je netvlies. De ene cellen noemen we kegeltjescellen en de andere noemen we staafjes. Kegeltjes en staafjes. Met de kegeltjes zie je kleur. Die kegeltjes zitten maar in een heel klein gedeelte van je netvlies. En je kunt ook allemaal proeven doen waarbij mensen echt totaal geen kleur zien. Dat is echt heel leuk. Ik heb wel zo'n test gedaan. Nee, je ziet kleur op een oppervlakte zo groot als je nagel. Op armlengte afstand. Maar is dat alleen kleur of is het echt gewoon dat je scherp ziet? Je ziet scherp en je ziet kleur. En daaromheen? Daaromheen heb je de ervaring van scherp en kleur, maar dat komt niet van je netvlies. Maar dat kun je dan wel onderzoeken. Je kunt dus de hersenen en lippen. Wat zeg je? Hoe kun je dat dan onderzoeken? Nou kijk, laat ik even, ik weet niet of ik dit alles heb. Ik heb het al gezegd met, doe het maar eens met tast. Als jij je handen zo op een tafel legt, met je ogen dicht, heb je onmiddellijk het gevoel dat je dat hele blad voelt. Ja? Terwijl je natuurlijk maar een paar punten voelt. Maar dat voelen van dat blad is meer een anticipatie op de beweging dan dat je daadwerkelijk het blad voelt. Het zien van kleur in je ooghoek is meer een anticipatie op je oogbeweging dan dat je dat ziet. Dus wil je zeggen dat ik de kleur van de Turi eigenlijk niet zie, maar het is zo'n herinnering, omdat ik het eerder... Nee, zelfs geen herinnering. Het is een anticipatie op de beweging die gaat komen. Als je het één keer hebt gezien en het bewust hebt onthouden, dan werkt het zo. We weten allemaal dat Vanessa een Hollandse trui aan heeft, omdat ze vroeger te veel naar Disney heeft gekeken. We hebben ook gehoord vandaag. Maar als je, wat je dus kunt doen bij mensen... En die proeven zijn gedaan. Ik kom bij een balie en ik vraag aan jou een formulier. Jij bukt naar onder en ondertussen staat jouw tweelingbroer op met een andere kleur trui. Dat zie ik niet. Ja, maar omdat het niet belangrijk is. Nee, omdat je het niet gezien hebt. De trui. Wel, ik heb het gezien, maar ik heb het niet gezien. Dat is het niet is omdat ik een formulier wil hebben en niet wil weten wat de kleur van de trui is. Maar het is dan zou je het ook onthouden. Dan zou ik als specifiek naar de... Nou, jullie kennen toch wel, zoek dat eens op, dat filmpje met die basketbal die overgegooid wordt. Ja. Dan zie je die gorilla, er loopt zo'n gorilla tussendoor. Ja? Maar die zie je niet. En dan zeg jij, ja, ik heb er niet op gelet. Nou, dat is zo'n gorilla. Ik heb dit ooit gezien, ik kende deze proef. En ooit was het een Engelse documentaire over deze proef. En toen kwam die proef voorbij en ik zag natuurlijk, want ik had het filmpje al 10 keer gezien, die gorilla. Dus ik dacht, ja, mijn fopje niet. Toen zeiden ze daarna, de meesten zullen deze proef wel kennen, in deze hele aflevering zijn voortdurend gorilla's in beeld geweest. Ik had er niet één gezien. En daarna liet ze het zien en zonder gorilla zo achter de commentator. En niet één had ik er gezien. Je ziet heel weinig. Maar dat is niet erg, want je hoeft niet veel te zien. Want je kunt je ogen draaien. En je kunt je... Kijk, waarom kantelt... Als ik mijn hoofd zo doe, heb ik niet het gevoel dat het hele lokaal... En dat ik dat terug moet swingen. Terwijl met een camera wel. Hoe komt dat? Omdat ik geen beeld in mijn hoofd heb. Maar ik gebruik mijn ogen om het lokaal te zien. En zolang het lokaal niet kantelt... Ja, kantelt er niets. Dat is juist het mooie. Stel dat ik zo doe en het lokaal lijkt te kantelen, dan moet ik de hele tijd mijn hoofd recht houden. Een verkeerde impressie van de wereld.
Het kan dus zijn dat al die mensen in Groningen die denken over die aardbevingen, dat die de hele dag. Ja? Er is nog iets. Die anticipatie is zo sterk, die is echt heel sterk. Dus je anticipeert wel op mogelijke veranderingen in je. Dat heet je sensomotoriek. Dus wat je senst, wat je waarneemt in koppeling met je motoriek. Nou, dit kruilen is al heel goed. Er zijn mensen die zetten hem op trilfunctie. Ja? Altijd in de broek. En die lopen dus rond. En als die een tijdje geen bericht hebben gehad, krijg je die fantoomtrillingen. Ja, die voelen trillingen die er helemaal niet zijn. Ja? Dat heb ik ook als ik mijn mobiel open heb liggen, dan denk ik af en toe dat lichtje knipt. Ja. En, dan zeg ik maar, helemaal niks. Nou ja, dan denk ik altijd, het zal door de lichtinval komen. Weet je wel? Maar ik ben gewoon al zo. Dat is die anticipatie, die maakt eigenlijk dat je de wereld ervaart zoals je me ervaart. Misschien een hele rare vraag hoor, maar kan je zo ook geestverschijningen vragen? Ja, ja, absoluut. Absoluut. Je kunt het wel hard willen dat je het dan echt ziet. Ja, kijk, soms heb je, stel, je vriendin heeft het net uitgemaakt. En je bent eigenlijk nog snoeigek op hem. Nou kun je door de stad lopen. Zie je en telkens. Overal. Ja, zie je er overal. Dan denk je, dat is er van achteren. Dan loop je er langs en dan. Nou, dat is dus. Het is ook met zoeken. Ik heb wel eens dat ik op zoek ben naar een boek. Maar dat ik naar de verkeerde kleur op zoek ben. En dan kan het boek hier staan. En dan kan ik er naar kijken en het toch niet zien. Heb ik ook wel eens als ik iets opzoek. Ja. En mijn moeder vindt het dan bijvoorbeeld niet. Ja, ja, dan zegt ze, je kan ook niet kijken. Ja, dan heb ik gewoon echt alles nog eens op. Ja. Nee, want dan legt het daar fout. Jij denkt, ik heb wel een rode boek nodig. Ja. En je weet de titel en zo, maar je kijkt alleen maar naar een rode boek, omdat je denkt dat het heel belangrijk is. Ja. Omdat ik weet dat het rood is. Ja, maar dat betekent dus ook dat je de rest allemaal niet ziet. Je springt met je oog van rood naar rood en je ziet de rest niet. En dat het belangrijk is. Nee. Dat is heel goed. Nou, het is nou, daarom moet je ook. Kijk, zenuwweefsel is er gewoon weefsel dat heel veel energie vraagt ook. Dus het is ook duur zeg maar, om aan te leggen in energetische termen. Vandaar dat de evolutie erg zuinig is met zenuwweefsel als algemeen. Vandaar dat je oogsysteem redelijk zuinig is. Ondanks dat hebben we trouwens ontzettend slechte ogen. Hoor. In het dierenrijk zitten we ongeveer op de helft. Als je kijkt, wat kunnen zijn echt veel. Er zijn spinnen die hebben echt ver superieure ogen. Echt briljant. Wij moeten van alles. Alles is bij ons eigenlijk klote geregeld in die ogen. Het is één zo. Ja, een van de rare dingen natuurlijk is dat onze. Het licht komt op die zenuwcellen, die staafjes en die kegeltjes. Maar de zenuwbanen lopen nog daaroverheen. Dus die lopen niet. Kijk, als je een videocamera hebt, dan komt het licht hierop en dan lopen de signalen lopen naar die kant door. Maar bij ons oog valt het licht hierop. En gaan de zenuwbanen er ook overheen. Dus het wordt ook allemaal nog gebleurd. En dan komt die bundel komt samen. Die moet ook weer een keer door dat netvlies heen naar achter. Nou, dat is je blinde vlek. Dus er is ook nog een stuk in ons blikveld waar we echt niet zien. Nou, het is een zootje. Maar dat maakt niet uit, want dan hebben we niet meer nodig. Ja? Je hebt ogen die je nodig hebt. Meer is niet nodig. We moeten doen. Dat is raar. Dus kan het bedoelen dat we de wereld niet zo zien zoals het eigenlijk is. Nee, dat is onzin. We zien de wereld precies zoals hij is. Ja, maar ik bedoel ook qua kleuren en zoiets. Nee, we zien de wereld precies zoals hij is. Want dit is de wereld. Nou, dat is geen vergelijking. Ja, nee, kijk, als ik dit zie, zie ik niet wat aan de achterkant is. Nee, dat klopt. Zie ik dan de wereld niet zoals hij is? Nee, ik zie alleen dit. Ik zie niet alles. Ik zie niet alles van de wereld. Dat klopt. Ja. Ik zie niet alles van de wereld, maar ik zie de wereld precies zoals hij is. Je wilt toch niet zeggen dat jij niet die hier maar daar? Nee, maar we zien het zo'n spin. Ziet er beter dan wij. Zo. Ja, beter. Zien meer. Maar dat betekent niet dat wij hem niet zien zoals hij is. Nee, dat bedoel ik niet, maar dat ben ik wel. Dat zei je dan. Ja, maar ik bedoel het. Ik bedoel het. Nou, wat is het idee dat hierbij hoort? Het is het ouderwetse computeridee dat als wij iets waarnemen, dat we dan in ons hoofd een beeld opbouwen. Nou. Daarvan weet ik, dit is niet waar. Dit is niet waar. Bij alle andere colleges mag je zeggen, dat is waar, natuurlijk.
Als ik iets zie, dan krijg ik een beeld in mijn hoofd en dan reageer ik op. Nou, dat gebeurt niet, maar dat is dus omdat we voor een groot deel in die grafosfeer zitten. We weten niet hoe we met beweging moeten omgaan. Dit hoort daar ook bij. Het idee dat we taal begrijpen door zinnen te ontleden. Nou, het is niet waar. Maar we reageren op taal op een bepaalde manier. Maar zinsontleding, dat is een manier om taal te leren. Maar dat is geen manier, dat is niet de manier waarop we met taal omgaan. Zijn we inmiddels achter. Nou, dit hoort bij de videosfeer. En dit is ook helemaal verbonden met beweging. Dit werkt dus pas op het moment dat je gaat bewegen. Je gaat pas zien als je gaat bewegen. Je gaat pas waarnemen als je gaat bewegen. Daarom springen onze ogen ook voortdurend. Ze staan nooit stil. Maken voortdurend saccades. Heet het dan. Kleine sprongjes door de ruimte. Als je ogen helemaal stil komen te staan, zie je helemaal niets. Neem je niets waar. Ja, wij ervaren de wereld door ermee om te gaan, door erin te lopen. En het is ja ook zo dat, bijvoorbeeld je ziet ja je neus en zo niet, ook als je eigenlijk moet zien, maar het ook wil ze niet zien, omdat je het zo vaak al gezien hebt, dass je komplett ignoriert. En da zijn auch so Platjes, die hebben geen zin en zo. En als je echt so heel erg naar hen toe kijkt, dan verdwijnen sie helemaal. Dan wordt het wit. Ja, dat kan. Je neus zie je niet, omdat je er gewoon niet naar kijkt. Nee, zeker. Je ignoriert. Je ziet dit, duimnagel, dat zie je scherp. Dit weten goochelaars. Goochelaars maken daar gebruik van. Dat is zo'n muntje. Ja. Maar goed, als ik hier, hè, dus jij kijkt, maar hier ondertussen heb ik jouw hele zak leeggegeven. Ja? Dat gaat hij wel door. Ja, dat gaat hij wel door. Door het knisperen. Tell me what you see and I will tell you why you live and what you think. Dat zie je hier. De Bree heeft in die zin gelijk. Sommige mensen denken dus nog steeds dat alles in de hersenen gebeurt en leven eigenlijk in de middeleeuwen. We hebben niet door dat het om beweging gaat. Nou. Dit is knowing. Hier gaat het om verwachtingspatroon. Dit is enactivisme. Je ziet de dingen zoals je beweegt. Als je beweegt. Ik zie deze fles met dikte omdat ik een wezen ben dat deze fles... Als ik die op moet pakken, moet ik mijn hand zo doen. Daarom zie ik die. Daarom doet die dikte er toe voor mij. Daarom ervaar ik die. Ik zie deze tomaat, zelfs met dikte, terwijl hij hartstikke plat is. Omdat dit de manier is waarop ik een tomaat pak. En mensen zijn in hun bewegingen vaak beter dan in hun oordeel. Op dat wijze psychologische test uit. Dat je dus, als je dat weet, nou laat ik het anders zeggen, dames. Als je dat weet of een jongen jou leuk vindt, moet je eerder kijken naar wat hij doet dan naar wat hij zegt. Onthoud deze tip, daarom herhaal ik hem. Als je wilt weten of een jongen je leuk vindt, moet je eerder kijken naar wat hij doet dan wat hij tegen je zegt. Want je herkent de gedachten van iemand aan de beweging. En de bewegingen die wij maken met onze lippen, ons taalorgaan, ons stottenhoofd, zijn vrijwel onafhankelijk van de bewegingen die wij maken met, met ons lijf. En hebben veel meer een sociale functie. De slechtste manier om te weten waarom iemand iets doet, is aan die persoon te vragen waarom doe je dit. Dan krijg je niet het antwoord waarom die persoon iets doet, maar dan krijg je een rechtvaardiging voor het gedrag. En dat is wat anders. Je weet dat dus dat dit een tomaat is, hè? Ja, dat was ik. Hey, maar stel je haalt al die belichting nu op die tomaat weg. En je tekent, zeg maar, wat, net alsof de getekende rode tomaat is. Ja. Je weet nog steeds dat het een tomaat is, maar je ziet het niet meer als een 3D object. Nee, dat klopt. Voor een deel hangt het samen met de lichtval. Ja, dat heb je niet eens.
Okay. Ja. En je weet dat tomaten in 3D zijn. Dus en je weet dat tomaten in 3D zijn, dus ook als die hier plat is, weet je dat ze eigenlijk in 3D zijn. Ja, maar dit type beweging zit in je beweging. Ja, oké, okay, ja. Zelfs al heb je er nooit bij stilgestaan dat het een tomaat is, zelfs op deze grootte, en ik zou je vragen, hoe moet je zo'n ding pakken? Dan doe jij zo. En dan zit je ongeveer op de grootte van een tomaat. Het is niet, kijk, als ik dit wil aangeven, als ik wil vragen hoe je dit pakken doet, zo, ik doe niet, zie, dit kan ik niet eens. Nee, ik zeg niet, oh, dat is voor de tomaat. Dus wij herkennen objecten ook met ons lichaam. Deze is heel mooi. Ik heb het mooiste YouTube. Dit is geen trucage. Wat dit filmpje heel mooi laat zien is je anticipatie. Van die objecten heb je het gevoel, die kan ik pakken. Als ze omgedraaid worden, kijk dat kan laten zien, als ze omgedraaid worden, dan heb je ook het idee dat, kijk, als deze gaat draaien, moet je straks eens kijken wat er voor je gevoel gebeurt met de grootte van die vlakjes. Dat ze hier zo lang lijken. En waarom? Maar dit is omdat het niet meer klopt. Omdat dit beeld niet klopt met jouw sensormotoriek. Wat je hier krijgt is te zien hoe lang het is. Ja, maar het ziet echt zo dat het heel langer wordt. Ja, maar het is dus niet zo. Ja, het is niet zo, maar waarom zie ik het zo? Waarom is dat? Waarom? Kijk, omdat dit... Omdat dit... Ja, hier zijn ze dus even lang. Dat is het erge. Ja, maar dat is dus omdat ons... dit heeft alles mee te maken dat ons visuele systeem... Als we dit zien we die Rubik's kubus. Omdat dit vlak boven is en dit klopt qua dimensie. Dus we hebben het idee, dit kunnen we zo pakken. Net als wij bij tomaten het idee hadden, dit kunnen we... Zo pakken. Maar als je dit gaat draaien, als je hier naartoe gaat draaien, dan klopt die driedimensionaliteit niet langer en gooi je dit helemaal over. Want hoe moet je dit pakken? Oh, dit is een vrij lang papier. Dus dan ga je dit zo zien. Wat je ziet is de anticipatie van je handeling. Maar de schoen die heeft zich niet zo veranderd. En hier zijn die dingen. De schoen, als je. Kijk dit filmpje nog maar eens later na. Je kunt hem. Brushpop heet hij. Mm-hmm. Dan kun je ook bij die schoen zien dat de dimensies wel degelijk veranderen. Maar dit wil toch. Minder dan hier. Ja. Dit wil toch ook alleen met een lang vlak? Omdat je rekening moet houden met de ruimte. Nee. Afstand van het object. Met het nee, maar dit is niet. Dit wordt niet langer. Dit gaan we langer ervaren. Ja. De vlakjes zijn even lang. Hier. Maar ervaar je niet zo.
Maar... Dat heeft te maken met dat je een Rubik's kubus zo moet pakken en een stuk papier met lange vlakjes erop, moet je zo pakken. Ja, maar het trucje zou niet werken als deze vlakjes, zeg maar, werkelijk zo groot waren als de echte vlakjes. Nee, dan werkt het niet. Nee. En dat is ook het grappige als het reageert. Kijk, hier wordt het gewoon kleiner. Maar dat... Ja. Oh, wauw. Ga door. Oké. Okay. Want ik wil nog even iets zeggen over muziek namelijk. Hoe zit dat met muziek? Tell me what you hear and I will tell you why you live and what you think. Wie gaat hetzelfde op de prijs? We hebben de grafosfeer, we hebben de... De logosfeer, we hebben de grafosfeer en we hebben de videosfeer. De beelden van muziek zijn anders en de uitvinding van het notenschrift is enorm belangrijk geweest voor onze perceptie van muziek. En nog steeds bij de muziekdocenten hier is het notenschrift leidend. Dus al het muziekonderwijs dat jullie krijgen, dat vindt plaats in de grafosfeer. De grafosfeer. Omdat docenten zeggen, zonder notenschrift geen klassieke muziek. Nee, als dat zo is, dan is het de grafosfeer. Maar dat is toch ook... Ik hoop het. Ja, bijvoorbeeld die kinderen waar ik op gelet heb, die hebben het eerst zo geleerd om viool te spelen. Nee, ik heb het over de muziekdocenten hier. Ah, oké. Okay. Bij KCM. Ja, hier is het. Muziek. Voor de meeste van ons is muziek een ervaring die je stil doet. Ja? Dit is zelfs uitvoering. Allemaal lekker in bed. Ja. Dit is heel fijn. Waarom? Dan kun je goed naar die muziek luisteren. Nou, je hebt al gezien, ik weet niet meer precies wie het over Kruger had. Dat Kruger gaat zeggen, nee, door te bewegen ga je naar muziek luisteren. En muziek luister je ook op een bewegende manier. Even in de logosfeer is muziek dus heel direct verbonden ook met... Als het bijvoorbeeld geestelijke muziek is, met het geestelijke. Die verbinding is direct. Het brengt direct de ziel van God naar voren. Hier wordt het anders. Hier wordt muziek een afbeelding. Eerst van de buitenwereld. Hè, Vivaldi die de lente weergeeft en allemaal dat soort ongein. En later met Beethoven van emoties, et cetera. Maar het blijft in die afbeeldingssfeer zitten. Dit gaat veranderen in de videosfeer. Er zijn dus ook papers die dan aan het onderzoeken zijn. En we zijn nu zelf ook bezig met het opzetten van experimenten met bewegingswetenschappen om dit te gaan onderzoeken. Hier. Music and movement share a dynamic structure that supports universal expression of emotions. Wat ze hier hebben onderzocht is of het tikken in een bepaald ritme vrolijk kan zijn of droef kan zijn. En hoe dat in verschillende culturen ervaren wordt. En dan blijkt die lichamelijke ervaring... vergelijkbaar is. En dat is ook logisch. Want muziek hoor je door beweging. Muziek hoor je niet met je oren. Dat is echt onzin. Muziek is dus ook een anticipatie. Vandaar ook dat het transparant kan worden. Omdat het in je bewegingspatroon kan worden opgenomen. Nou, dit is Jesse Prince. En bij Prince gaat het altijd over attention. En een belangrijk begrip dat daar speelt is affordances. Affordances wordt een belangrijk begrip in dat inactivisme. Een affordance is een mogelijkheid tot interactie, een mogelijkheid tot beweging. Een affordance is a quality of an object or an environment which allows an individual to perform an action. Dat is een van de definities. Nou, kijk naar dit koffie of thee setje. Wat je hier ziet is wat je kunt pakken. Waarom zie ik hier dit? Ja, dat komt door mijn hand. Dit kan ik pakken. Daarom zie ik dit als een handgreep. Er is niemand hier, weet ik, is 100% zeker, die dacht, die, toen hij dit zag, dacht, oh, misschien wel leuk om een keer aan die tuin en dan wel een beetje met de theepot. Jij wel weer natuurlijk. Nee, dat wil ik niet zeggen, maar het hangt dan niet ook samen met transparantie. Ik bedoel dat iedereen ja. weet dat het een theepot is. Ja. En ook als ik nog nooit een theepot in de hand had, had het iemand anders
die ik ken. En dus weet ik het. Durf er 100.000 euro om te verwennen dat als ik hier thee in giet en tegen iemand zeg, pak dat eens, dat zelden wordt dit knopje gepakt. Nog minder snel. Er zijn weinig. Zullen misschien mensen die de pot in zijn geheel proberen te pakken? Dan doe ik er hete thee in. En de meeste mensen zullen onmiddellijk een handgreep pakken. Ja, omdat het even zo de enige punt is die niet heet is, die je kan goed grijpen. Die je kan goed grijpen, precies. Ja. Dat is een affordance. Okay, okay. Dus wat die handvat geeft, dat noem je graspability. Dat kun je pakken. Alaya heeft hetzelfde. En wat hij doet met stoffen, is, hij geeft je van zijn mode ook een tactiele ervaring. Dat is bij mode sowieso onbelangrijk. Je krijgt hier dus een tactiele ervaring. Je voelt bijna in je vingertoppen. Dat is ook het leuke van nu in het Groningen Museum. Ja, dit staat er niet. Ja, dit staat er wel, maar dit is in een andere. Maar ik was daar in de vakantie. En dan lopen ze allemaal mama's met kindjes. En wat je dus de hele tijd hoort, niet aankomen. Niet aankomen. Want kinderen willen dit pakken. Ik ook. Want dat is lekker. Ik was er voordat de tentoonstelling geopend werd in verband met het mini-symposium. Toen mocht ik even eraan komen. Mocht ik zo lekker. Nou, aanraken is lekker. En omdat je met je handen kijkt. En wat we hebben geleerd is om met onze handen te kijken en daarna die handbeweging uit te schakelen. Maar wat je dan dus ervaart is de anticipatie van die handbeweging. En dat gevoel wat je hebt. Dat is enactivisme. Het idee is dat die bewustzijnservaring gegeven wordt door die beweging. An affordance is a quality of an object or an environment which pulls an individual into action. En dit is een belangrijke aanvulling. Wat dus een affordance doet is ook een handeling oproepen. Je wil hem doen. Het mooiste verhaal wat erbij hoort is van Odysseus en de sirene. Dat hij zichzelf aan de bootmast liet vastbinden, omdat die sirene zo mooi zong dat je er wel heen moest gaan. Ja? En dan aten ze je op of zo, weet ik veel. Nou, het liep in ieder geval niet goed met je af. Ja. Ik moet er bij sommige mannen moet ik nog. Ja, dan zijn ze de hele tijd niet thuis. Ja. En bij sommige vrouwen ook hoor, laten we even, daar hoef ik niet zo moeilijk over te doen. En dit is dus een affordance. En de Grieken, kijk maar eens, lees maar eens Homerus. Die gebruikt het woord affordance niet, maar die gebruikt veel meer in dat alternatief aan iemand trekken. Iemand in beweging brengen. Dan dat iemand een besluit neemt om het te gaan doen. Nou, wat zegt Kruger nu over muziek? Listening to sound is an exploration of our world. Luisteren naar geluid is een verkenning van je wereld, zoals het lopen door een gebouw een verkenning van je wereld is. Zoals het voelen van een theepot een verkenning van je wereld is. En wat je dus leert is om te gaan met dat geluid. Nou, geluid heeft een outer space, een buitenkant. Dat is, hè, op het moment dat je in een concertzaal zit, dan hoor je waar het geluid vandaan komt. Ja, je hoort wat het is. Trommels of violen. Dat is de outer space. Dat is de uiterlijke kwaliteiten van dat geluid. Maar geluid heeft ook een inner space. Ritme, melodie, textuur. Nou, die inner space, exploring musical structure, hè, dat is dus die inner space, sonic patterns, textural qualities, etc. Dus als je naar muziek luistert, dan luister jij naar die inner space. Wat is het ritme, wat is het melodie, wat is het... Als je diep naar muziek luistert, luister je zowel naar de inner space als naar de outer space. Maar het is toch ook over verschil tussen of je zelf een instrument speelt of ja, niet? Ja, want als je zelf een instrument speelt, ben je beter in staat te anticiperen op wat er gaat gebeuren met dat instrument. En als je het niet speelt, dan aanvankelijk, zeker als je niet zo geoefend luisteren bent, weet je niet wat je kunt verwachten. Ja? Zo leer je ook muziekstijlen herkennen. Want wat zijn de muziekstijlen? Zijn de stijlen die voldoen aan jouw verwachtingspatroon. Daarom voel je dat het klopt, die muziek. Als je een nummer dus een aantal keer hebt gehoord, zoals popmuziek, dan hoor jij de volgende noten al voordat ze gespeeld zijn.
Dat heb je zelfs met YouTube-filmpjes. Ja, dan wil iemand het uitzicht zeggen, doe dat even, wacht. Maar helemaal anders wordt dat ritme onderbroken. Nou, dat heb je ook met muziek. Dat is het gave van muziek. Muziek heeft dus eenzelfde soort fysieke structuur. Vandaar ook dat je mensen ziet. Mannen van mijn leeftijd in de kamer met een orkest. En dan hoor je dat kleine instrumentje en dan doe je even zo. Ja. Hierin. Ja, en de andere mannen spelen luchtgitaar. Ja, dat is het. Dat is het exploreren van die inner space van music. Nou, en nu het belangrijkste. Nu. Ja, toen ik die tekst las, had ik het idee van, zou het kunnen, zeg maar, dat emoties die transparantie doorbreken? Want als je merkt heel vaak dat mensen met bepaalde emoties ook bepaalde muziek willen horen. Ja. En als ze dan andere muziek horen, dat ze dat op dat moment niet mooi vinden. Zeg maar bijvoorbeeld, je bent verdrietig en je hoort keiharde bij muziek. Ja. Dat die emoties die transparantie doorbreken. Ja, dat is, ik vind het echt een heel interessant onderwerp, want wat emoties dus zijn, zijn ook anticipaties op de situatie. Als je liefdesverdriet hebt, op een of andere manier lijken ook heel veel liedjes daarover te gaan, op dat moment. Ja? Alsof iedere zanger of zangeres wel eens zoiets heeft meegemaakt. Ja, dat is heel logisch. Ja, dat is heel logisch. En dat is om, je anticipatie is daarop op gericht. Dat is goed. Dat is de manier waarop je emoties, op het moment dat je namelijk bang wordt, de emotie angst heeft te maken met wat er gaat gebeuren. En dat kan nog even doorgaan natuurlijk. En de emotie liefdesverdriet heeft in die zin ook effect op, ja, dat je denkt dat als je er weer tegenkomt, dat ze er weer zal zeggen dat ze je toch niet hoeft. He, dus dat is heel goed. Vandaar ook dat je liedjes die dat bevestigen, zeg maar, meer waardeert. Tegelijkertijd moet je oppassen dat je het niet te erg versterkt door muziek. Want dan kan dat verdriet wel zijn omvang krijgen wat die vrouw helemaal niet waard is. Tussen ons gezegd. Nou, even naar het laatste. To continue with this example. An integral part of many music experiences is dansen. Dans doet er dus toe. Dans verandert de beleving van muziek. En jullie zijn de eerste generatie die het hartstikke goed weet. Doe er dan over mee. Dancing is a robustly embodied response to musical events. Ik ook hoor, ik ben ook een zeer goede danser. Beest dat de dans doet. Ik ben groot geworden, ja, dat zit erin uit. Moreover, it is an enactment. Dus het is een. En acting, dat is het inbewegen. Of een attentional focusing that shapes how and what we hear. Ik weet niet of jullie dat wel eens hebben ervaren, maar als je een nummer hoort en er zitten verschillende ritmes in verschillende instrumenten, kun je op al die ritmes dansen. En als je op één van die ritmes danst, hoor je die andere ritmes minder. En dat is prachtig. Het is ook heerlijk als je kunt schakelen in zo'n nummer tussen die twee ritmes. Dan heb je echt het gevoel dat het in je lichaam bekomt te zitten. Bekomen zo zitten. Fire dancing, the temporal regularities of melodic and rhythmical patterns within the music are physicalized. Physicalized, die betekent dus belichaamd. Komen ze in je lichaam. Within an array of bodily movements. And the coordination between sonic pattern and bodily movement, an instance of bodily entrainment, is an active gesture. En dus die coördinatie tussen die twee patronen, tussen het muziekpatroon en jouw lichaamspatroon, als dat klopt, dan voel je die muziek al ontzettend goed. En beleef je dus op een echt andere wijze dan iemand die er stil zit te luisteren. A perceptual exploration of the pieces, sonic topography. En hetzelfde heb je als je in het donker door je kamer loopt. Dan weet je alles te vinden. Als je een muziekstuk een aantal keer hebt gehoord, en je danst erop, wat is er leuker dan dat? Dan weet je al dat die laatste tune eraan en dat je van zo moet eindigen. Maar dat is fijn. Daardoor krijgt dat ook een lading die je niet heeft voor iemand die gewoon zit.
Nog een belangrijke stap. Again, bodily movements modulate the listener's relation to different features of the piece. Like for example, meter and melody. Dancing experientially foregrounds these features and shapes the way that these features stand out against the background of the piece's other sound figures. Ja, dus je kunt een nummer hebben waarin een basismelodie zit, waar je dan kan dansen, maar op een gegeven moment komt er even een stukje tussendoor met een heel leuk trommeltje. Weet ik van wat, Third World, vond ik altijd een goed nummer. En die hadden even zo... Oh, dat was zo fijn om dan even van het normale patroon en dan even op dat en dan weer naar terug naar de normale. Dus dat is foreground, maar dat doe je dus met je lijf. Dat doe je met je lijf. Als je het met je lijf doet, kun je de la ook zonder je lijf. Maar je hebt beweging nodig. The temporal predictability and consistency of sonic patterns afford this sort of bodily engagement. Hè? Dus het moet wel voorspelbaar zijn. Want nogmaals, activism zegt dat het een anticipatie is. Dus een dansbeweging is niet alleen op het ritme, maar ook een anticipatie van het ritme. Sonic patterns therefore afford an entering into the inner recesses of sonic space, a point of access for losing ourselves experientially within the piece via the immersive deep listening that often occurs while dancing. Dus deep listening betekent dat je daar diep in gaat. Hetzelfde heb je met schaatsen. Daarom is dat transparantie zo goed. Mensen die eenmaal heel goed kunnen schaatsen, gaan schaatsen mis. We snappen het ijs pas weer als we op hun schaatsen staan. Dat is Elfstedentocht, mensen. Dat is en activisme. Want het is niks, hè, 200 kilometer schaatsen. Kan iedereen. Ah. Nou, let nu op. Yet dancing at a live music performance, electronic dance music, een dansfeest, is not simply an instance of the listener being aware and of and responding to solitary possibilities for musical interaction. Het is niet alleen solitair. Het is niet in je eentje wat je doet. Additionally, part of the content of the dancer's awareness is the dancing responses of other dancers. Met andere woorden, als je op een dansfeest bent, hoe heet het, dance party bent, dan reageer je ook op de rest. Daarom gaan we overheen, maar met zijn met z'n allen. Ik weet niet of je glazen huis hebt gezien met die debiele tune van FC Cambuur, maar is het FC? Nou, ik weet het niet, maar Tsunami, dat een hele, nou, ik weet niet of die Hitler was. daar stond te dansen. Maar dit is dus ook wat een goede DJ kan. Een goede DJ weet die patronen zo te kiezen. Dit is ook waar we onderzoek naar gaan doen binnenkort. Wat doet een DJ op dat? Hoe krijgt een DJ die hele zaal in beweging? Het heeft dus te maken met dat je niet alleen op de DJ reageert, maar ook op de rest. Wat doet ecstasy zo goed? Je gevoelig maken voor de gevoelens. Je gevoelig maken voor de bewegingen van anderen. Briljant! Slikken, zoveel als je kan! Knippen we eruit, hè? Their attunement and reaction to sonic patterns shapes the listener's own experience of these patterns. Dit is wat jullie ouders niet gaan begrijpen. Dat dit prettig is. En dat je dus muziek dan niet alleen maar op een individuele manier hoort, maar als groep. En dat is een fantastische ervaring. En waarom vinden wij dat zo rot dat jullie dat doen? Omdat we dat zelf nooit hebben gedaan. Ga maar vragen aan je ouders hoe die dansten. En ze zullen zeggen, wij stonden op de dansvloer. En je deed allemaal je eigen ding. Ja? Op Bob Marley of Michael Jackson. En de ene van dit beweging. En de meeste mensen gewoon... Zo, weet je wel, dat is het. Maar we hebben nooit met z'n allen, dat kon niet. Dat deden we niet. En jullie hebben de mogelijkheid om naar een dansfeest te gaan en meer interactie te hebben dan wij ooit hebben gehad. Wij zijn een verloren generatie wat dat betreft. Individualisten. Dancing is thus a vehicle of joint attention. Let op, a vehicle of joint attention. A means of enacting a shared attentional framework that shapes the character and content of the piece as perceived in that context. Andere woorden, een dansfeest maakt dat je muziek op een andere manier gaat beleven dan mogelijk is in je eentje en in stilte. En dan, en jullie zeggen, hier is de generatie. Nou, misschien wat Afrikaanse stammen die er ook met z'n allen deden, maar dat is mooi. En dat doen drugs. Daarom is het ook zo prettig. Natuurlijk, er moet ook iets oppeppends in zitten, want anders hou je het niet zo lang vol. Maar dat is wel wat het de kracht geeft.
En dat is een lekker gevoel. Dan noemen we het ook de voordans. Zo'n mooie ezelsbrug, die ga je niet meer vergeten. Dat is het hele idee. Het kan dus zo zijn dat die vierde wol vooral in... Waarom verdienen die jongens zoveel? Omdat zij iets kunnen dat uniek is. Namelijk een zaal in zijn geheel in beweging krijgen. En dat is een kunstvorm die we nog niet eerder hebben gehad. Ja, je hebt mensen die kunnen een hele zaal laten stilzitten, maar dat is echt een andere. Ja, en daarom is die vierde wol, het zou wel kunnen zijn dat die in muziek echt het eerst op een hele harde manier gaat vallen. Ik wens jullie een geweldig 2014 verder. En tot binnenkort. Dank. En kom de 29e even naar de verkiezingen. Ja, dit wordt in de gesneden versie niet langer op de hoogte. Dat is zo.